Stijn Meijer, jullie maken je op voor de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk. De ploeg in vorm op dit moment, want ze hebben 5 wedstrijden na de winterstop allemaal gewonnen. Wat voor duel verwacht jij morgen in Waalwijk? Pittig duel. Ze zitten in een goede flow, maar wij ook, dus we gaan er volop. Hoe is je gevoel op dit moment bij de teamprestaties? Jullie hebben natuurlijk een lastigere fase gehad, de laatste 2 wedstrijden gewonnen. Kan je dan ook stellen dat het lek te boven is? Ja, Rode JC uit was echt een verdiende overwinning. Goed gespeeld als team. AZ thuis, ja, was de tweede helft was wat minder. Maar uiteindelijk als je die wint, dan gaat dat gevoel van het slechte spelen gaat een beetje weg. Dus het lek boven, ja, we zitten gewoon weer in, de flow is gewoon weer goed. Dus gewoon knallen. Je noemt al AZ uit, of AZ die thuis was in de tweede helft. Niet al te best meer, komt het op zo'n moment aan dan ook op strijdlust en het resultaat over de streep trekken. Ja, zeker. Dan is het gewoon even doorbijten en eerlijk, dat hebben we niet genoeg gedaan. Maar gelukkig uiteindelijk was het resultaat was gewoon 3 punten en daar gaat het uiteindelijk wel om. Heb jij er een verklaring voor het verschil tussen die hele moeilijke fase waarin jullie zaten, nu weer 2 wedstrijden gewonnen? Het begin van het seizoen had je natuurlijk een serie van iets van 9 hele goede wedstrijden op een rij. Hoe dat verschil zo groot kan zijn? Dat is heel lastig te zeggen. Dat is voetbal. Dat heb ik vaker gehoord en dat vind ik ook zelf. Voetbal is niet eens, we kunnen allemaal voetballen, maar ik denk dat het meer het mentaal is. Ik denk dat 80% van het voetbal gewoon mentaal is. En een beetje geluk. Een paar wedstrijden hadden we ook gewoon met een beetje geluk gelijk kunnen spelen of kunnen winnen. Dat zat dan ook even niet mee. En nu zat het wel even mee, dus dan win je hem. Het voordeel is, de verschillen op de ranglijst zijn nog heel klein. Volgens mij is het gat naar de plekken die zelfs recht geven op de eerste ronde van de play-offs overslaan slechts 4 punten. Dat moet wel weer een bemoedigend gevoel geven. Ja, zeker. We hebben er alle vertrouwen in en daar gaan we voor. Kijk naar je eigen spel. Je bent op dit moment vaste eerste spits nu op dit moment van de A-selectie. Hoe vind je het zelf gaan? Ik vind dat ik qua met wat ik kan meer moet brengen. Zeker de laatste 2 wedstrijden heb ik veel te weinig gebracht. Daarvoor een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar ik had meer. Het zat ook even niet mee met die goals. Dus een paar vielen er net niet in ook. Maar qua veldspel vind ik dat ik gewoon meer moet brengen. En dat heeft tijd nodig, denk ik. Dat moet constant worden. Tegelijkertijd ben je wel belangrijk geweest, want je kreeg bij Go Ahead een penalty. Had ze daar eigenlijk nog één moeten krijgen. Tegen Twente had je misschien wel een penalty moeten krijgen. Je scoort natuurlijk tegen Twente. Geef dat soort momenten je ook vertrouwen? Ja, zeker. Dat is lekker. Maar als spits, die goal tegen Twente was natuurlijk lekker. Maar als spits wil je goals maken. En dat moet gewoon even komen. En ik moet even, mijn veldspel moet ook gewoon beter. Maar dat komt eraan. Hoeveel komen er morgen bij? Het is gevaarlijk als ik dit ga zeggen. Ik hoop minimaal 1 natuurlijk. Daar gaan we wel voor.